burger was, werd in zijn auto aangehouden door een groep gewapende mannen en handelde, volgens een woordvoerder van het leger, uit zelfverdediging. 500 Britten hebben vandaag hun volksmars voor arbeidsplaatsen beëindigd. Die mars heeft een maand geduurd. Op 1 mei waren de deelnemers begonnen te lopen in Liverpool. Ze deden verschillende grote steden aan, zoals Manchester, Wolverhampton, Birmingham, en kwamen vandaag in hun einddoel Londen aan. De mars was georganiseerd door de Britse vakcentrale TUC en werd gesteund door alle grote kerken in het land, zowel de Anglicaanse als de Katholieke en de Methodistenkerk. Desondanks hebben verschillende conservatieve gemeenten onderweg geweigerd de deelnemers onderdak te verlenen. Daarom hebben de deelnemers aan de volksmars in verschillende steden in kerkgebouwen moeten overnachten. De volksmars voor arbeidsplaatsen wordt dit weekende officieel afgesloten met een grote betoging tegen de conservatieve regering in Londen. Het openbaar vervoer in Den Haag loopt weer gesmeerd. Alle trambestuurders en buschauffeurs van de Haagse tramwegmaatschappij zijn vanmorgen vroeg weer aan het werk gegaan. Na hevige discussies gisteren of de staking nu wel of niet moet worden beëindigd. Precies na 21 dagen staken reden er vandaag dan weer bussen door Den Haag. Rond 7:30 vertrokken de eerste diensten. In de residentie is ook het gepingel van trams weer te horen. Rond 8:00 vertrokken de eerste wagens vanaf de remise in Scheveningen. 3 weken staken is er ook de oorzaak van dat op de tramrails een dikke laag roest was te zien. Speciale slijp- en schoonmaakwagens zijn de hele nacht druk bezig geweest om het lijnennet weer rijklaar te maken. Onder het HTM-personeel bestond gisteren nog grote verdeeldheid over de vraag of het allernieuwste bod van de directie wel of niet voldoende was om weer te gaan werken. Een niet onaanzienlijke minderheid had zelfs aangekondigd toch door te zullen gaan met acties, maar daarvan was vanochtend weinig te merken. Voor de busgarage werd wel geprotesteerd tegen het akkoord. Binnen in de kantine waren heftige discussies te beluisteren over de vraag of het akkoord nu wel of niet voldoet aan de eisen die bij het begin van de staking zijn gesteld. Waar de vakbond steeds, en dat heb ik begrepen hoor, dat is niet vakbondslid, vanuit gegaan is, wat is de modaal, de meest voorkomende salarisklasse, dat is die 2220 gulden in loonschaal 4. En daar is dus het verschil tussen 4 met 6% en 6 met 6% 70 piek. Ja. Dus die 68 gulden is dan acceptabel. Ja, en die kleine, en dus die kleine 50% die dan 80 gulden in moet blijven, die gooi je dan. Dat vind ik geen slecht standpunt. Ja. Nee, dat moet ik echt, ja, daar neem ik mijn pet op. Ik vind het dapper gevonden. Nee, ja, want die al het langste hier zit, die al die jaren gewerkt, jongens, jongens, ja. Pak maar in. Die kan nou, op straat zitten. Dat is een mooi plan, die hebben het leuk aangerekend. Hè? In een gesprek met Avro Radio heeft minister Tuinman van Verkeer zich vanmiddag goedkeurend uitgelaten over het bereikte akkoord en de beëindiging van de bus- en tramstaking in Den Haag. Minder massaal dan vorig jaar zijn enige duizenden sportvissers vannacht begonnen aan het nieuwe visseizoen. Onduidelijkheid over een verbod van minister Brax van Landbouw hield velen vannacht thuis. Maar dat verbod om 's nachts te vissen gaat pas in op 17 augustus. Hier en daar werd aarzelend de hengel uit het voetraam gehaald. De doorgewinterde sportvissers gingen vannacht al aan de slag. Uiteindelijk werd de opening van het visseizoen volop benut. En de eerste karper gevangen. De eerste avond even vroeg en de volgende keer gaan we het later. Maar het seizoen door, dan ga je, neem ik aan, toch niet de hele nacht vissen? Nou, dat komt ook wel eens voor, zo'n avondje als je zin hebt, in het weekend een keer. Ga je dan geen ruzie met de achterban als je nacht weg blijft? Die zit erbij. De onduidelijkheid over het nachtvissen, waarvan vele duizenden sportvissers toch wel gebruik maken, geeft ook zijn problemen. Zoals bij de georganiseerde sportvissers, Henk van Essen. Wat er nu gebeurt is, op een vrij korte termijn is besluit genomen. Het is een besluit waar wij van vinden dat het alleen op niet-visserijkundige aspecten berust, meer op controle-technische aspecten. Terwijl bijvoorbeeld aan de andere kant een verband tussen het stelen van fuiken, dus de criminaliteit aan het water, en het nachtvissen, niet aangetoond is. De dierenbescherming deed traditiegetrouw een beroep op de sportvissers de vissen niet te laten lijden. Het vangen van vissen betekent ook het beschadigen van dieren voor menselijk plezier. Daarom willen we extra beklemtonen dat de vissers zo optimaal mogelijk de vissen willen behandelen op een zachtzinnige wijze. Omdat onnodig dierenleed wordt voorkomen.
halen bij aan het vissen met één gewone hengel. Vandaag overdag hebben enige honderdduizenden sportvissers de kant of het water opgezocht. Met of zonder visakte. Wielrennen, de proloog van Olympia's Ronde van Nederland, een etappewedstrijd voor amateurs, is gewonnen door Gerrit Solleveld. Hij was de snelste in de tijdrit over 9,5 kilometer in de straten van Roosendaal. Solleveld legde deze afstand af in 12 minuten en 31 seconden. Hij start dus morgen in de Oranje Leiderstraat. Tweede op 3 seconden werd Gerard Veldscholten en derde de Engelsman David Keim. De weersverwachting van het KNMI tot morgenavond. Voornamelijk in de nacht en ochtend veel bewolking en enige tijd regen. Minimumtemperatuur ongeveer 9 graden. Middagtemperatuur omstreeks 17 graden. Matige wind uit het zuidwesten. Vannacht tijdelijk draaiend naar zuidoost. De vooruitzichten voor zaterdag en zondag zonnig en vrij warm. Later kans op onweer. Einde van dit journaal. Goedenavond. Nogmaals, dames en heren, goedenavond. U bent weer terug bij de VARA, waar u vanavond kunt kijken naar de Lemmings. Dat wordt het laatste deel. Daarna om 8:50 ongeveer volgt Watermerk, de kwaliteit van het water in verband met zwemmen en vissen. Dan 9:55 de Engelse comedyserie Man over de vloer. En om 9:50 kunt u kijken naar onze actualiteitenrubriek Achter het Nieuws. En Achter het Nieuws op deze hemelvaartsavond één onderwerp maar. Amnesty International bestaat vandaag 20 jaar. En in die 20 jaar hielp het 20.000 politieke gevangenen, streed het voor mensenrechten en tegen politieke moord, marteling, ontvoering en gevangenneming door dictaturen van links en rechts. Achter het Nieuws laat zien hoe Amnesty werkt en discussieert daarna over de vraag van het geweld in het politiek verzet. Vanavond tegen 9:45 op dit net. Ik hoop tot straks. Dan na Watermerk, dat is rond 9:05, kunt u kijken naar de uitslag van de wedstrijd in de Mike Burstyn Show, de prijsvraag. Dan gaan we nu verder met het laatste deel van de Lemmings en we eindigen vanavond eigenlijk waar we destijds begonnen, namelijk met vader en moeder, met Tilly en Andries Lemmingen. Hele gewone mensen met normale menselijke problemen.